Oké, zoals beloofd ga ik hier nu de beugel bespreken. En je ziet, de bijgeleverde beugel is niet zo gemakkelijk om uit te richten. Ik kan hier wel wat verdraaien. Zo, hier. Maar millimeterwerk hoef je daar niet mee te doen. Dat kan je daar zelfs niet mee doen. Want eens je begint met de vijzen aan te draaien, kan de hoek wat gaan verschuiven. En dit werkt dan niet meer op de 60 GHz. Goed, oké, dus ik heb een andere kit besteld bij Mikrotik. En deze moet volledig worden verwijderd. Ik ga dat eerst en vooral doen, maar niet tijdens de tutorial uiteraard. Goed, ik heb deze al wat losgemaakt. Ik ga eerst even laten zien wat er in de kit zit. Het gaat hier over de Solid Mount van Mikrotik. Als we de doos openen, zien we hier Hans ander materiaal, de bijgeleverde beugel. Het is toch wat een zwaardere uitvoering en dat is wel nodig ook. We gaan deze even losmaken. Deze beugel hoort erbij. Deze ook natuurlijk. En dit is nu het toestelletje waar je goed kan mee uitrichten. Want er staat al wat schuin tegenover dit vlak. Met hier aan te draaien. Dus we gaan dat eerst wat losser maken. Met hier nu aan te draaien tegenover het vlak kun je alles gaan uitrichten, zowel horizontaal als verticaal. Als je hier aan draait, ik ga deze even rechten. Zie tegenover het vlak. Is die al gewijzigd, dus is gemakkelijker om uit te richten. En dat is toch de bedoeling. Goed, oké. Wat heb je hier nog bij? Een bussleutel in de nodige vijzers. Zo. Ik ga deze even volledig losmaken. Eigenlijk is het spijtig dat Mikrotik dat niet direct bijlevert, want dat is weggesmeten geld, hè, als je precies wilt uitrichten. Hier heb je, ja, je zult het wel gehoord hebben, dus misschien voor u wakker te maken. Hier heb je de onderkant, want hier kan je de netwerkkabel in plaatsen. Dus als je hier de antenne draait, heb je hier het brede vlak. Hier moet je rekening mee houden. We moeten dit er zo gaan op plaatsen. Op deze manier. Ik ga deze even gaan vastzetten. Nou, je moet verstaan, de 60 GHz, dat dat een zeer hoge frequentie is. En dat dat niet zo gemakkelijk is om uit te richten. En als je deze eventueel, ja, van zin bent om te kopen. En je zult het wel ondervinden hoe moeilijk dit is om dit uit te richten. En ik heb het hier al thuis geprobeerd en het was dan al moeilijk op een zeer korte afstand. Voilà. Zover als je met een verre afstand van ongeveer, pak nu 1 kilometer. Ik zou toch niet verder gaan dan 1 kilometer, want het kan zijn dat bij regenweer toch de link wegvalt. Ik ga deze even nu gaan vastzetten. Dus en best, ja, je zult het misschien weten, overhoeks aanspannen. Zo, op deze manier. Zodanig dat de spanning goed wordt verdeeld. De meesten zullen dat wel weten. Oké, goed. Zo. Die staat gemonteerd. En via deze hier kan je nu gaan uitrichten als die op een buis staat gemonteerd. Nu heb je nog een beugel. En dat was mijn scherm. Je hebt hier 2 uitsparingen. Hier bedoel ik. En je kan de beugel gewoon zo inhaken. Ik weet niet of je het kunt zien, want ik zit hier al in spiegel bezig. Dus je haakt deze hier gewoon in. En je draait. En zo kan je dus de beugel gaan vastzetten. Op deze manier. Zo, dat was het voor deze beugel. Dus toch heel wat anders dan deze. Dat is goed voor antennes die ook moeten uitgericht worden, maar toch niet tot op 1 mm juist. Want 5 GHz is daar geen probleem mee. Maar als je hier met 60 GHz bezig bent, met een golflengte van 0,5 centimeter, dat is niet te doen met gewone beugel. Zo, ik laat hem hier nog even goed in beeld zien. Dus met dat vijsje kan je hem kantelen. Kijk, je ziet die beugel naar beneden komen. En nu naar boven. En hier kan je ook, als je deze loszet natuurlijk. Dus je moet er wel losstaan. En als die goed is uitgericht, kun je die vast gaan zetten. Zo kan je deze ook gaan uitrichten. En hier op het andere vlak. Oké, goed. Ik hoop dat je toch iets aan hebt gehad. En dat Mikrotik dat heeft. Want dit is ook nog niet zo bekend. En toch, ik vind het goed grief. En maar spijtig genoeg heeft Mikrotik er niet aan gedacht. Om dat direct, dus in plaats van deze beugel hier te bevestigen. Goed, ik heb hier nog even iets dat ik je toch ook wil meegeven bij het uitrichten. Je kan nog steeds de uitrichttool gaan gebruiken. Dus deze klik je hier gewoon in, zo. En via hier kan je gaan uitrichten. Dus de tool kan er hier nog altijd worden gebruikt. Mikrotik zou beter alles er al bijgeleverd hebben, het in de plaats van extra te moeten bestellen. Ik dank u voor je aandacht en tot de volgende tutorial.